Kraaienpraat. Een podcast vol verhalen over Nieuwpoort in het midden van de vorige eeuw. Door middel van interviews met inwoners nemen wij u mee in oude verhalen over verenigingen, scholen, winkels, bedrijven, sportclubs en noemt u het maar op. Wij, Olaf Koch, Alice Suur en Mai Koch, nemen u mee op pad door de poort om met deze kraaien te praten. Deze podcast is te beluisteren via www.nieuwpoort.nu, Facebook of het YouTube-kanaal Kraaienpraat. En we zijn bij meneer Hartog. En die is beter bekend als Rien den Hartog. Klopt. Ja? Ja. En we hebben het wel over kraaienpraat, maar eigenlijk ben je een langerakker, toch? Ik ben een langerakker, maar ik heb een vrouw uit de poort. Kijk. En in mijn tijd was poort en langerak altijd gelijk. Ja? Dus er was geen onderscheid tussen de poort en langerak? Nee. Want in welk jaar ben u geboren? In 1931. 1931. En altijd in langerak gewoond? Totdat ik hier terecht kwam, dat is 7,5 jaar geleden. Dus altijd in langerak gewoond. Maar bij uw ouders? Altijd bij mijn vader en moeder gewoond. En toen ik getrouwd ben, ben ik een huisje lager gaan wonen. Mijn vader zat in een dijkhuis en ik zat in dat huis daaronder, wat eronder staat op de, langs de stoep. Ja. Ja. En daar woont nu mijn zoon. Oh ja. Hans. Hans die woont daar. Als hij de stoep afgaat met die rare bocht erin. Juist. Ja, nou weet ik het weer. Oké. Maar dan ben u van voor de oorlog. Ik ben van voor de oorlog, ja. Ja, dan vraag ik het maar gelijk. Weet u nog hoe dat was in de oorlog in Langerak? Ik ben nog best bewust van een heleboel in de oorlog. Ja, veel meegemaakt? Nou, zelf niet zoveel meegemaakt natuurlijk op mijn leeftijd toen. Want dan liep je overal overheen, je vond alles goed. Maar dan moet ik beginnen een naam te noemen die waarschijnlijk de meeste mensen niks zegt. Maar dat is de familie van der Pol. Nee, het zegt mij niks in ieder geval. En die zijn komen wonen uit Eck en Wiel vandaan. En die zijn gaan wonen in een woning, een houten woning, die stond waar nu autobedrijf Van der Wal is. Oh, tegenover jullie als het ware, waar jullie woonden. Ja, en die zijn voor de oorlog daar gekomen. En daar ging ik veel mee om. Die had drie kinderen, Pel, Greta en Marius. En die Pel, die was van mijn leeftijd, dus die ging bij ons op school. Dus daar kwam ik heel veel. En op een gegeven moment kwam die man, die van de Pol zo wel eens naar de dijk lopen, en dan werd er een praatje gemaakt. Maar een ene keer was er kortsluiting tussen mijn vader en die van de Pol. Dat wil zeggen, dat accadeerde niet. Dat was al in de oorlog tussen. En toen zei hij, mijn vader, die zei, jij mag niet meer met die Pel van de Pol omgaan. Oh? Dat was als kind. Dus als kind? Of kind, maar ik was toch wel wat ouder. Maar dat was heel wat, iemand waar je al die tijd mee omgegaan was. En dan zei ik, waarom niet? En dat is dan iets wat je veel hoorde van, je mag wel alles eten, maar niet alles weten. Dat was altijd het verhaal. Achteraf was het zo dat er werden bij ons in huis af en toe, niet altijd, maar af en toe, was er wel eens een vreemd iemand in huis. Zomaar een dag en dan was het weer over. Hoe kwam dat nou? Daar kwam ik later achter. Mijn vader, die had het huis waar wij woonden aan de dijk, had daar achter het huis een open loods. En daar was steigerhout en al die dingen nog meer in, een soort opslag. En mijn vader had daar een hokje gemaakt. En dan gingen er beurnen dat er mensen kwamen overvaren, 's nachts. Dat was in de groep van Heiboer en Mapdochterom.
uit de Albertswaard vandaan. Waren dat verzetstrijders of zo? Ja. U zegt de groep, Heiboer en... Ja. Waren dat verzetsmensen? Ja, waren verzetsmensen. Ja. En die haalden dan daar mensen over met een roeibootje. En die werden dan bij ons op de dijk af. En dan moest dat verder getransporteerd worden. Maar als het slecht weer was of zo, ja, dan mochten ze bij ons in die lood zitten daarom. Dan waren ze droog en afwachten. En duurde dat te lang, dan kwamen ze bij ons wel binnen. En zo komt dat ik dat af en toe maar eens iemand, een vreemd iemand binnen zag. Maar je had niet in maar de gaten werd dat niet dat... verteld nee. wie dat was. En achteraf, dat was de reden dat mijn vader zei, je mag daar geen... Want die van de Pol, die was een NSB'er. Oh. Die was Duits gezind. Heel erg. Heel erg. Want die Marius, die oudste zoon, die is al gauw lid geworden van de SS. En die is naar Rusland gaan vechten. Die is nooit meer teruggekomen. Oké. Okay. Maar Pel, ja, die mensen zijn toen uit het huis verhuisd naar de Wilhelminastraat. Trouwens, Wilhelminastraat, toen heette het nog geen Wilhelminastraat, toen heette het Steenhoven. Later hebben ze er Wilhelminastraat van gemaakt. Was ook maar één straat toen? Was maar één straat. Dus en wat stonden... nu Wilhelminastraat heette Steenhoven? Ja, dus zo, in de volksmond, hè? Ja, ja. Of de Oven, zo werd die genoemd. Ja. Okay. En mijn vader, die ja... Laat ik het zo zeggen, er waren er 24 huizen, zijn er toen gebouwd. Ik geloof van 1928 of zo. En die huizen van de dijk, waar mijn vader woonde, die hoorden erbij. En die hadden, dat was ene club. En in die Wilhelminastraat is toen die van der Pol gaan wonen. En heeft de een of andere onverlaat, die heeft daar op van zaterdag op zondagnacht... de voorgever waar hij woonde, helemaal ondergeklad met... Ik stond wel 20 keer ozo op. Hè. Ozo? Ja, ozo betekent oranje zal overwinnen. Oké. Okay. En oranje boven en al die teksten nogal meer. En leven de koningin. En daar hadden ze ook nog een pop gemaakt. En met een strop, die hadden ze opgehangen. En dat hadden ze opgeschreven PVP, Piet van der Pol. Dus, maar zondagsmorgens kwam er bij ons twee politie's aan de deur. En die kwamen mijn vader arresteren. En die hadden... Er waren het barsten van de politie, zo, bij een poort in Langerik. Ja, je had bij ons in de straatje woonden er twee. Ik zei al, een goeie en een minder goeie. Ja, ja. Slechte waren er niet. Nou, het was geen zuivere. Dat waren dus Duits gezende politie. Die ook in de poort waren die. En maar woonden die er al voor de oorlog? Of Nee. Oh, die zijn allemaal in de oorlog. Is dat, zijn die gekomen wonen? Dus allemaal in de oorlog gekomen. Oké, okay, ja. En ja, mijn vader die werd gearresteerd. En die werd in de cel gestopt hier in het stadhuis. En ja, in de loop van de dag werden er nog één of twee opgehaald. Maar die kwamen weer naar huis. Maar mijn vader niet. En we hebben Dirk Schippers. De fietsenmaker? De oude fietsenmaker. Oude fietsenmaker. Die kwamen ze 's middags ook halen. En die sprak toen de legendarische woorden van... Als je van plan bent mij dood te schieten, doe het dan hier. Dan hoef ik niet naar de poort te lopen. Maar... Dat was ook jullie buurman, hè, Dirk Schippers? Ja. Maar, ja, wij wisten ook niet. Mijn moeder wist ook niet wat er ging gebeuren natuurlijk. Je hoort, hij zat daar vast. Maar toen is 's avonds... Burgemeester Brouwers was nog hier. Die was... Mm-hmm. Die zei tegen mijn vader, vannacht moet je aan de deur voelen, dan is die open. Dus dat was een hele rust voor hem. Maar toen is hij heeft toen een verhoor gehad weer.
En er was Brouwers bij. En zo'n veldwebel, een Duitse die daar ook zat, op het stadhuis. En toen zijn ze het overeengekomen. Hij mocht naar huis, want hij bleef ontkennen. En ik kan me ook niet voorstellen dat mijn vader het ooit gedaan heeft. Dat weet ik haast wel zeker van niet. Maar hij mocht dus naar huis onder voorwaarde dat wij straf kregen. De hele buurt, dus het straatje met de dijkhuizen, die moesten s'avonds 4 weken lang om 7 uur binnen zijn. Dat hele, al die mensen die daar woonden op die steenhoven of op de oven, zo is het doen? Ja, allemaal om 7 uur binnen. Nou was die straf niet zo groot, want je moest normaal wel om 9 uur binnen zijn. Spertijd. Maar het was wel leuk, want dan zaten wij in huis en dan zag je op de dijk, kwamen ze allemaal kijken uit de poort en uit het belangrijk vandaan. Kijk, die mag er niet naar buiten. En we hadden dus, ik zei dat er 2 politie's woonden. De ene die keek nergens naar, die was heel goed. Maar de andere, die liep te paraderen daarom. Dus dat je niet. En ook op de dijk stond er een. Ja, zo ging dat. Dus dat was iets wat ik natuurlijk nooit vergeten ben. Nee. Want dat was een hele consternatie dat zondagsmorgens dat plaatsvond. Ja. En dan werden wij voor gestraft. En toen was er nog een keer een straf. En dat was toen hier de veldijsbaan is nu. Daar stond een schuur. Die was van Wim Slop van vroeger. Ja. Een hele oude. De man van Mijntje Slop? Nee. Nee? Nee. De opa? Nee. Of de vader? Nee, daar alweer. Ja, nog een geslaagd verder. Oké. Okay. Maar die schuur, die werd ook door de Duitsers gebruikt. Die kwam ook wel eens met paarden. Ja. Want die vorderde alles natuurlijk. En die hebben ze in brand gestoken. Oh. Ze zijn s'nachts dus. Een of ander heeft er de vlam in gemaakt en die schuur is afgebrand. En dan kreeg je ook een straf. Toen moesten dus alle oudere mensen van Nieuwpoort en Langerak voor straf lopen. 'S Avonds vanaf het stadhuis. Dan kregen ze een papier mee naar Langerstein, het laatste huis van Langerak. Dus daar waren nu de Langerak, Lekdijk 1. Ja, daar zit nu Langersteinweg hebben daar. Ja. En daar was een soort brievenbus. Daar moest dat briefje in en dan weer teruglopen. Ja, dat was nog niet zo eenvoudig, want sneeuw en ijs en alles. En dat moesten ze met z'n tweeën. En ik weet dat mijn vader, die heeft dat 3 keer gedaan. 2 keer met Koos de Haan, zijn vader, Jan de Haan. En 1 keer met Dick van Harte. Dat ging allemaal alfabetisch. Dus de ha, bij elkaar. Maar u zegt alle mensen, maar. Ja, die boven een bepaalde leeftijd. Ja, maar. Ja. Maar alleen manvolk. Alleen mannen, die moesten met z'n tweeën daartoe lopen. En dan geloof ik dat ze om het 30:30 vertrokken van. Ja. Het was 1 uur lopen. En weer 1 uur terug. Het is toch niet te geloven? En dan werd er onderweg met de controle gehouden dat diezelfde politieagenten weer, dat ze niet op een fiets of. Nou, waren er weinig fietsen, maar ergens anders of mee. Dat is toch wel een heel verhaal. Ja. En er was 1 achterzolder, dat was. Daar kon je amper komen, dat was een heel klein deurtje, laag, daar kon je daar komen. En daar zaten 2 heldinnetjes. En die kwamen? En een poosje. Waar kwamen die vandaan? Uit Rotterdam. Oh, Rotterdam. Uit Schiedam en uit Rotterdam. Mm-hmm. Die uit Schiedam is na de oorlog naar Israël gegaan. En die uit Rotterdam, daar hebben mijn ouders altijd nog contact mee gehad. Altijd. Ze hadden een naaiatelier voor. En daar hebben mijn vader nog gewerkt. Daar. Als aannemer? Ja. Hoe lang hebben die meiden bij jullie gezeten? God, ik zou het niet weten. Nee. Maar voor je gevoel wel een behoorlijke tijd. Ja, wel een hele tijd. Maar niet heel de oorlog, hoor. Maar kwamen ze dan wel bij jullie eten en zo? Beneden gewoon aan de tafel? Of alles werd boven gebracht. Ze kwamen eigenlijk niet van die zolder af. Nee. Bijna niet.
Ja, s'avonds als het donker was of zo, dan kwamen ze eraf. Maar het is, er is ook nog een pauze, er zijn er drie en nog één geweest. Die kwam uit een vrouwtje uit Bergen-Belsen, was ze gevlucht. Die is maar 14 dagen geweest en die is toen naar een ander adres gegaan. Drie was te veel ook bij ons. We hadden ook een schuilplaats op die zolder aan mijn vader gemaakt. Dus dat, ja, verkeerd leek me. Ja, er was natuurlijk toch geen redden aan. En wij hadden, daar woonden we, hadden we in de dijk zelf hadden we een soort kelder. Dat zat in het talud van de dijk. Zo, ja, ja. Want, ja. Goh. Ja, dat is wel heel, heel en, bijzonder. Maar dan zat je wel wat eten en zo. Ja. En dan hadden we het net over straf. Dan moest er ook van alles. Mijn vader had zelf tuin, maar dat was altijd niet voldoende. Dan had ik een oom in de kerkbuurt wonen. Oom Peet. Die woonde daar met zijn vrouw. Die had geen kinderen. Met nog twee broers van mijn vader. En daar hadden een hele grote akker, dus daar kwam ook het een en ander vandaan dat er toch wel voldoende eten was. Maar toen is deze ook een schaap slachten. Hier was een schaap en dan moest je dan eerst opgeven dat hij gestolen was. Dat ging dan bij die goede politie, die wist er alles van. Maar dan werd die schaap, die slachten ze dan in een schuur bij Verhoef. Dat is waar nu achter het slot. Dus, wat erover, die boerderij die, van waar René van den Berg nu woont. Ja, ja. Ja. Oh. Nou, en daar, maar mijn vader was ziek. Dus die, toen zei mijn oma, we doen het wel zelf. En toen zijn ze op de een of andere manier verraaien. En toen werden ze gearresteerd. Twee broers van mijn vader. En de ene, oom Peet, met zijn vrouw. Ja, die hebben ze dus vastgezet. Zijn vrouw niet, maar hij. En die is, snelrecht was er toen. En die kreeg een gevangenisstraf van vier maanden, vier weken naar de gevangenis in Breda. De koepel. Oh, de koepel. En het mooie daarvan was, daarom onthoud ik dat zoiets, dat mijn tante kon niet fietsen. En je had natuurlijk geen taxi of niks. En mijn vader die huurde dan een tandem bij Aarten Bruin in Nieuwpoort. En dan was er zondagsmiddags was er bezoekuur. En dan ging hij met mijn tante achterop daar. Naar Breda. Naar Breda. In de gevangenis. Ja. Ah, wat een verhaal. Ja. Ja. Dat was dus best wel leuk, ja. 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 Maar u zei een schaap en dat schaap werd gestolen. En dan gingen ze tegen de politie zeggen die vond het best. Want nee. Hoe kwamen ze aan de schaap dan? Nou, die schapen hielden mijn oom daar. Oh, dat was geen punt. Oh. Maar die had ook een paar koeien. Ja? En die had geiten en die had van alles. Dat is. Maar die, ja, het was verraaien, dus dat mocht natuurlijk niet. Maar wat mocht er dan niet? Het slachten? Nou, dat je daar een schaap slachtte, dat mocht niet. Dat slachten mocht niet? Dat mocht niet. Ah, okay. In de oorlog mocht dat niet. Dat, nee, is, nee. Dat was verboden. Ja. Ja, ik snap het. En maar, ja, zo, maar hij dat, is, dus zijn straf is later ingekort naar 14 dagen. Oké. Okay. Dus hij. Want in de poort, want u had het erover dat uw vader in de poort in het gemeentehuis gevangen hebt gezeten. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen niet meer weten. Maar er zaten twee cellen onder het gemeentehuis. Onderin, ja. 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 Ik heb laatst gelezen, toen was het over de restauratie van het stadhuis, dat er namelijk in één van die cellen later een raampje is gebouwd. Eerst was, zaten er helemaal geen ramen in. Oh, dat kan. Maar wel. Dat weet ik. Dat staat in het boekje van het stadhuis. Ja, dat kan hoor. Ik, ja, maar dat is ook al zo lang geleden. Ja, ja, ja. Want ja, was in zijn ook dingen die je. Dat was een ingrijpend iets natuurlijk, ja, als je vader, ja, weggehaald nogal wordt. En daarom onthoud je dat. Dat, ja, is. Want u was uw
pak een beet, even kijken, weer van 31, een jaar of 10, 11, 12 ja, in de oorlog. Ja, zeker. Ja. Ja. De oorlog was afgelopen, s'avonds hoorde je, aan die Wilhelminenstraat, wat toen nog de Steenhoven was, was een hecht groepje. En die hebben dus later de naam Wilhelminenstraat gegeven. Maar toen was daar een ene keer een brul van, we zijn bevrijd, we zijn bevrijd. Was er door de radio gekomen en had het over die goede politie, die boer, die had een radio. En die bracht het naar boven en, nou, en was de, bij ons had het plein daarvoor, wat, voor de winkel van Heikop daar, ja, dat was plein. Dat was een verzamelpunt en daar kwam alles bij elkaar. En ze zijn met heel de buurt zo, met Henk Schippers, de zoon van Dirk Schippers, voorop met een accordeon, die kon accordeon spelen, dan gingen we naar de poort. Ja. Dat was het langere, dan trok hij naar de poort als er wat te doen was. En toen waren we dus vlak bij, bij de dam en daar zaten nog Duitsers. En die wouden dat niet overgeven en die begonnen te schieten. En alles spatte uit, het druppelt zo uit elkaar, overal heen. Ik ben als een gek gaan lopen. Ik weet nog wel dat ik vlak bij jouw huis, waar jij nu woont, daar ben ik naar beneden gegaan. En dan kon ik nog langs die muur, want vroeger had je daar een pad langs die muur van die poppen op staan. Ja, ja. Kon je gewoon lopen. En dan zo naar die boerderij toe en dan zo binnendoor naar huis. En zo kwam iedereen weer. Maar ze zijn er bij de hele nacht ergens weggekropen gezeten hebben. Dat was ook nog... Beuren ook nog. Die was tegenover de kerk, aan de buitenkant van de dijk. Buitendijks? Ja. Dat was een oude school. Ja. En daar hebben mijn kinderen school gegaan. Daar heb ik ook school gegaan. En mijn kinderen zijn daar naartoe gegaan. En... Maar... Ja, op de een of andere manier werd ik in de oudercommissie gekozen. En toen was ik daar voorzitter en toen ik schrok van dat ik in die school kwam. Het was verschrikkelijk. Toiletten, ja, ik noem het maar pleien. Tegeltje zat er aan de muur, hadden eraan gezeten, maar de helft was eraf. Er hongen gordijnen op, dat waren meer scheuren dan plooien. Vreselijk gewoon. En toen ben ik gelijk naar de gemeente gegaan. Want als oudercommissie heb je niks te vertellen over school. Nee, over het gebouw. De gemeente is de baas. Hm? Dus, maar je kan wel aanbevelingen doen natuurlijk. Ja. En toen ben ik... En toen hadden wij geen burgemeester. We hadden een wethouder. En... Ik had nog meer klachten, want hij stond aan die dijk. Het was levensgevaarlijk. Die kinderen moesten er zo uit en met verkeer. Maar die wethouder die zei, nou, het valt wel mee, want ik heb er ook school gegaan. En die was toen 72. Dus die school heb er heel lang gestaan. Dus reken maar terug. Ja. Ja, mijn vader had ook nog school gegaan daar. Maar er is nooit niks gebeurd. Nee. Ik kan het me voorstellen, dan ging er een paardenwagen voorbij. Nou ja, alles gaat. Ja. Maar geen auto's en zo. En toen is die... ja, nou, ik zal eens kijken, maar er gebeurde niks. En toen is burgemeester Boer gekomen en toen ben ik gelijk... was ik zijn eerste klant op het spreekuur. En toen heb ik aangekaart om een nieuwe school te krijgen. En die... dat is gelukt. Ja. De knotwillig is er ook al niet meer. Nee, dat zit hier allemaal vlakbij natuurlijk nou. Nu zit het allemaal hier bij elkaar. Maar nog even over die school. Hoeveel klassen waren er? Er waren 6 klassen. 6 klassen. En een heel poosje zijn er ook nog 8 klassen geweest. Er waren er nog 2 extra. Die was samen met Nieuwpoort. Ja? Want dan had je de jongens die niet naar een ULO of niet naar een AMBO-school gingen of wat dan ook. Die... 2 jaar extra. Die 2 jaar moesten nog volgemaakt worden. Ja. En die zaten dus
Maar nou ben ik een jongere oudere, dus ik heb dat gebouwtje nog wel zien staan vroeger. Maar dat was toch eigenlijk maar een klein schooltje. Hoeveel klaslokalen waren er? Drie. Drie? Drie klaslokalen. En weet u nog namen van onderwijzers, meesters? Ja, meester van Straten, dat was de man die toen ik school ging. Ja. Die, maar een heel beroemde persoon, dat was juffrouw Duel. Juffrouw Duel? Ja. En juffrouw Duel, die lag bij ons in de kost. Dat wil zeggen in de kost niet, maar wij hadden, ik zei al dat we twee huizen geweest waren, hadden we een aparte kamer. Ja. En daar bivakkeerde juffrouw Duel met een slaapkamer. Oké. Okay. Dus ik had, ik hoefde niet zoveel overhoop te halen op de school. Maar was het dichtbij, ging het mis. Dus juffrouw Kramer. En, nee. Juffrouw Duel. En Verstraten. Van Straten. En wie was het? En meester Klinge hebben we nog gehad. Oké. Okay. Ja, meester Bode. Samen, ja. Maar die Kramer die kwam pas later, want dat is een legendarische naam. Ja. Want u vertelde dat de school aan de Lekdijk gesloopt is toen. Het huis is nog een tijdje blijven staan. Maar zo is er aan die Lekdijk buitendijks natuurlijk nog meer gebeurd. Want wij weten niet beter op het terrein waar de Kojo van de Wal, de Vezelpers en Minkema heb gezeten. Daar was vroeger een steen over. Maar dat was misschien voor uw tijd, of niet? Steenfabriek, was voor mijn tijd. Die is dus, dat was het hele gebied, dus waar Van der Wal nu zit en Kojo of wat dan ook daar. Dus dat was allemaal Steenhoven. En dat is in 1928 gesloten. Is het, en die hebben ook die huizen laten bouwen, hè? Die 24 huizen in de Wilhelminastraat, zo gezegd. En ook die huisjes waar ik woonde en de Zeven Zaligen. Ja, ja. Die hebben hun laten bouwen. Zat Beb Heikoop de winkel er toen ook al? Ja, die is van het begin van. Ja. De vader dus. De vader, ja. Ja, en daar is dus in 28 is de steenfabriek. En daar is later, die steenfabriek heette De Valk. De Valk. Er was trouwens een oprichter aan het Nieuwpoort. Die steenverbinding is later overgenomen door Schalei. Firma Schalei. En die Schalei, die uw kantoor, wat ik net zei, waar juffrouw Duel huisde. Oh? Daarom, dus ook. Daarom. Dus het was in hetzelfde huis als mijn vader. Ja. En toen is hij weer een betonfabriek begonnen, betonbuizen. Maar dat ook maar een paar jaar geduurd. Dat is ook een, ja, toen hebben we het jaren stilgelegen. Was het voor iedereen bereikbaar, allemaal. Je kon er allemaal spelen, er waren andere dingen. Liep je daar zomaar binnen. Maar toen heeft Minkema, die heeft het ene gedeelte gekocht. Dus alles wat in de afrit en de Poortse kant lag, dat is Minkema gekocht. Dat was in 1938 of zo. En daar is mijn vader is daar toen gelijk gaan bouwen. Ja, want uw vader was aannemer, hè? Die was aannemer, ja. Die is in 1923 voor zijn eigen begonnen. En die werkte in Rotterdam met onder andere ook een Poortse metselaar, Kees Ouwekerk. Nou ja, aannemen metselaar, zo werd hij toen eigenlijk. Ja. Maar dus die heeft best grote projecten gedaan. Want als ik me goed herinner, van mijn familie uitgehoord, heeft hij ook Minkema gebouwd, de fabriek. Ja, toen we 38 gekomen zijn. Mijn vader Dirk Minkema. Dirk heette Dirk. Ja? Werd in de volksmond Dirk gezegd, maar die kon die. Dus die, en zodoende kwam die daarmee in contact. En had je ook nog Stout aannemer in, Freek Stout. Die werkte bij Minkema op Groot-Ammers. En
dat waren wel goede verhoudingen. En zo is mijn vader dus toen bij Minkema begonnen. En iedere keer werd het uitgebreid, weer een stuk erbij, enzovoort, enzovoort. Ik weet nog wel dat in 1947 is dus een hele nieuwe kantine gebouwd met een toneel, alles erbij. En dan werd het ook beschikbaar gesteld voor uitvoeringen voor de verenigingen. Ja. En wij zijn er ook verloofd. Mocht je, als je dan, we hadden goede connecties met Minkema, dan kon je daar je bruiloft of wat en ik vieren. Mm-hmm. Mijn vader en moeder hebben ook de 25-jarige bruiloft gevierd en dat soort dingen. Ja. Ja. Er was zelfs een voetbalvereniging, hè, van Minkema naast de fabriek. Nou, er was een voetbalveld. Ja. En dan was er een Brink, Voormolen, Paardenwijk. Die hadden met elkaar allemaal een elftal. Niet met elkaar, ieder voor zich van de fabriek. Ja. Ja. En Minkema had een heel sterk elftal, want er waren nogal wat goede voetballers. Ja, zoals Kees de Bol natuurlijk, bijvoorbeeld. Dries ja, ik weet niet of Kees toen. Ja, Kees deed ook wel mee, denk ik. Maar Dries al, wel, ja, denk ik, ja. Hè? Huh? Dries wel, Dries, denk ik. Dries de Bond, ja, zeker. Ja. Ja. En Arie Bassa uit Noorderloos. Die werkte buizen. Niet bij Minkema, maar die werkte wel voor Minkema. Mm-hmm. Die kon heel goed voetballen. Dat, ja. En dan werd er een competitie gehouden. En dan zaten we als tribune aan de dijk te kijken. Met mooi weer. Dan zat je op de berm. En dan keek je zo op het veld. Maar ja, dat is later ook allemaal volgebouwd. Dus ja, dat is... Goh. Ja, ik weet wel dat... wij zwommen natuurlijk op het strandje. En daar kon je nog van die oude stukken buis... en steen kon je daar vinden. Maar waar heb u gezwommen? Wij zwommen ook in de lek. Oh? Wij waren nog in die... Kijk, ik heb geleerd in het zwembad. Zwembad? Langs de Veersendijk. Daar heb ik het geleerd. Want dat weet natuurlijk bijna niemand. Zwembad langs de Veersendijk. Ja. Tussen de pont en Nieuwpoort was een zwembad. Ja, dat was een zwembad. En dat was van Groot Ammer, van Nieuwpoort en Langerak. Oké. En dat was een... maar de gemeente, het was opgezet door particulieren eigenlijk. Ja. Dus mensen die actief waren, die hebben dat op en geld bij elkaar gespaard. En er was gewoon een put gegraven daar. En in het midden stond zo'n een loopbruggetje. Dat was het aan de ene kant het kleine badje en aan de andere kant het diepe badje. En zo was. En dan werd in de herfst. Werd alles afgebroken. En opgeslagen. In het arsenaal. Oh? Toen werd alles opgeslagen. Maar in de oorlog schijnt alles verbrand te zijn. Dat is ook nooit meer teruggekomen. Nee. Het gat is er nog. Maar die. Ja, die heeft daar al die tijd. Die woonde daar gewoon. Ja. Die had er een soort huisje gemaakt in dat oude zwembad. Ja. Alleen het zat met water. De lek, dat ging op en neer. En dan liep alles onder water natuurlijk. Ja. Maar daar wist hij daar wel raad op. Die had allemaal van die grote drums, van die bussen, van die grote tonnen eronder zitten. Dus die ging mee omhoog. Mee. Ja. Oké. Maar dus in dat zwembad hebben we echt zwemles ook gehad. Daar heb ik zwem en daar heb ik mijn diploma. Er was dus ook een badmeesterachtig iemand. Ja, dat was Wim de Jong. Oh. Toen, en die heb ik meegemaakt toen. En later heb ik ook nog meegemaakt Jaap van der Heijden. Was ook daar. En dan kon je dus ook nog spulletjes kopen van snoep en al die dingen. Het was toch heel modern voor die tijd. Ja. Dat ja, het daar ja, ja. was met een winkeltje. Ja, ja. En ik weet ook dat er was put gegraven, maar die was helemaal zo met tegels, wanden helemaal zo. Oh ja. Betegeld met betontegels hoor. Uh-huh. Geen, en dat heeft mijn vader gedaan.
Ja. Dus, en zodoende kwam ik daar als heel jongetje daar al zwom natuurlijk. Leuk, ja. Mooi verhaal. Ja. Want dan maak ik een bruggetje, want zoveel was er natuurlijk niet te doen in de Poort en Langerak. Maar er was wel een wandelclub, of niet? Nou, dat was ook een verhaal apart. Vertel. In 1937 is de wandelclubvereniging Voorwaarts Mars, dus VM, opgericht. Ja. Was mijn broer Henk was daar actief in. Maar ik wilde daar ook lid van worden, maar dat mocht niet. Die hadden dus een leeftijds... ja, hoe heet zoiets? Minimumleeftijd. En een maximumleeftijd. Ja? Oh, een maximumleeftijd. Ja, dus met het geval dat er jongere mensen konden niet lid worden. En ouderen ook niet. Ook niet. En toen heeft een... broer van Krijn Heikoop en Krijn, maar een broer van... Was dat Harry? Nee, Teus. Oh. Die hebben toen een nieuwe wandelvereniging opgericht. En dat was DVW. De Vrolijke Wandelaars. En daar ben ik toen lid van geworden. Oké. Okay. Dus Nieuwpoort had twee wandels... Een Nieuwpoort lang twee wandelsportverenigingen. Ja, twee, maar... Ik moet zeggen dat DVW, dat was, als je een cijfer moest geven, een 4, een ander een 9 of een 8. Maar dat kon ik niet anders, want je zat met die leeftijd, die leeftijd hadden van Voorwaarts Mars, die gingen daar naartoe. En dan bleef je dus, zoals, ik was toen geloof ik 6 jaar of 7 jaar toen ik daarop ging. Maar dan zaten er ook al van 40 en... En dat hoorde niet bij elkaar natuurlijk. Nee. Dus dat is uiteindelijk is dat ter ziele gegaan. Na de oorlog is die nooit meer opgericht. Voorwaarts Mars wel. Die is ook stilgelegd natuurlijk in de oorlog. Maar dat is later weer opgekomen. Ja. En daar ben ik toen ook lid van geworden. En daar ben ik lid van geworden tot 31 december 2020. Dat is nog kort geleden dan dat u daar... Ja, toen is die officieel opgeheven. Ja, ja. Er waren nog 15 leden. Maar wij uit onze tijd, hè, dus van de mannen Koch en ondergetekende... hebben ook allemaal op de Wandelclub gezeten. Dat was een belangrijke vereniging in Nieuwpoort. Ja, dat was een belangrijke vereniging. Maar met ups en downs. Met horten en stoten. Ja. De ene keer waren er zoveel leden en dan was het weer... Nou, dan ging alles weer weg. Maar we hadden we hadden de 10 en we hadden de 15 kilometer. Ja. En dat waren toch allemaal een stuk of 15, 20 kinderen die daar mee liepen. Ben ik helemaal met je eens, maar dan kan je vertellen dat... Ik was daar ook voorzitter van. En dat was in begin jaren 50. Dus dat is 72 jaar geleden. Mm-hmm. Toen hebben we een vergadering gehouden van het bestuur. Moeten we nog doorgaan of moeten we niet doorgaan? Ja, de ene was ervoor om te stoppen. De andere was er, nou, we moeten het maar proberen. Maar een van de redenen was... Wij noemden dat een uniform, wat je dan had. Ja. Was geel en blauw. Dat was een rot gezicht en al die dingen. Daar hadden ze allemaal een hekel aan. Daar kreeg je ook geen nieuwe leden van. Nee. En toen hebben we gezeten, toen hebben we gezegd, moeten we doorgaan? Ja, dan met nieuwe uniformen. En dan hadden we dus twee dames die zaten op zo'n atelier daar in Schoonhoven. Zo'n modeatelier. Die... Ja. Weet u nog wie dat waren? Ja, Tony Monteban onder andere, Bets de Smit zo. Ja. En toen die zeiden, nou ja, wij kennen misschien wel met die... zaak er overeen komen dan wij s'avonds dat mogen maken. Maar ja, we hadden geen geld. En toen moesten we dus proberen, hoe komen we aan geld? Toen was het de gewoonte dat er in de omgeving werden van die openluchtuitvoeringen gehouden. Dan was hij gewoon in het veld, zomaar. Op de... Mm-hmm. En toen hebben wij dat ook gedaan, maar... De eerste die we kwamen, dat waren de Windmolens, weet ik nog goed. Dat was een accordeonclub met zanger Dick Doorn.
En nog een paar van die gasten. Dat kostte alles bij elkaar 600 gulden. Zo, dat was veel geld toen. Dat was veel geld. Ja. Maar dat moesten wij... Dat hadden we niet. Dus, en dan moesten we eerst proberen een land te krijgen. Bij Arie Knelis. Arie Knelis, oh. Ja. Daar mogen we het land in. En dan bouwden we daar zelf een muziektent op. Zo, een tent gewoon, waar die lui optraden. En de Goof Bakker, dus broer van Egbert, die deed gratis het geluid. Ja. En zo, ja, dan hielden we ook nog een soort aanbesteding van tentjes die er neergezet mochten worden. Dat bracht ook weer geld op. Ja. En toen hebben we, op een dag zijn we s'avonds op stap gegaan bij verschillende inwoners van Nieuwpoort. Of die garant wilden staan, dat wij van plan waren 600 gulden, of dat ze daar iets aan wilden. Dat is toch heel vooruitstrevend toen? Ja, een soort maar ja, crowdfunding. Het was nood. Ja, maar... En toen hebben we dus... als het goed was, dan mochten al wij het houden. Als we tekort kwamen, moesten hun dat bijpassen. Van het gedeelte waar ze voor... We hadden één avond, hadden we 600 gulden rond. En wat dus bracht het op? 1200 gulden. 1200, ja, dat hebben we dus. En dat hebben we nog een paar keer gedaan. Ja. Ik weet niet of jullie dat weten, maar oudere mensen weten het wel. De Selvera's. Heel veel jaren geleden. Juist. Met de diligence. Nou, die hadden wij ook vastgelegen. Ja. Die kostte per centen meer zeker, of niet? Hm? Die kostte nogal wat, toch? Dat weet ik niet meer. Okay. Ja, een paar honderd gulden. Ja. Wel, ja. Maar, wat dacht je, zaterdagavond kwam er geen Selvera's. Maar de Silvana's. Dat waren twee andere dames. Oh jee. En ja, je kon geen kant op. Maar, een Goof Bakker... Die wist er alles van. Die zei, ik ga eens informeren, ik ga eens kijken. En die kwam erachter dat ze die zaterdagavond in Amsterdam opgetreden waren. Dus ze hadden contractbreuk getekend. Ja. Gepleegd. Toen hebben wij... En wij contracteerden ze via het arbeidsbureau. Oh. Dus niet rechtstreeks. Dat ging allemaal via het arbeidsbureau. Dat stond je wat beter in je schoenen, hè? Maar toen kwamen we daarachter en toen hebben we daar werk van gemaakt. Ja, toen boden ze de excuses aan en je zal betalen. Want toen kregen we dus vergoed wat wij voor de Selvanus moesten betalen. En ze kwamen dus nog een keertje, zijn ze dus later nog voor niks geweest. Kijk. Dus, nou. En dat was natuurlijk, bracht weer meer op. Dus dat, en zo kwamen wij aan geld. En dat was allemaal... En het was zo dat we toen... We hadden over het aantal leden. Dan hadden we nieuwe uniformen. En we konden het niet aangemaakt krijgen. Iedere keer. Op een gegeven moment hadden we er over de 100. Ja, en dan later wordt het weer minder. En dat golfde maar heen en weer. Dat is... Ja. En we liepen overal. Want we gingen in de wijde omgeving wandelen. Ik ben overal, zijn we geweest. Schiedam en Buren. Ik weet nog wel, de Buren, dat beroemde Oranje dorp. Ja. Daar kreeg je geen medaille, maar een asbak. Je kunt je niet voorstellen aan deze tijd dat je dan een asbak krijgt. Ja. En we zijn in Schiedam hebben we gelopen. Het was 30 kilometer. Uiteindelijk hebben we er 37 gelopen. Alles was verdwaald. Het is ook niet zo dat het overal prima georganiseerd was. Maar jullie organiseerden in Nieuwpoort ook dat andere verenigingen hier kwamen lopen. Ja, ja, een wandeltocht. Een wandeltocht. Eens in een jaar hield je een wandeltocht. Dat deed je al die verenigingen. Ja, en dan kwamen ze overal vandaan om hier te wandelen. Overal vandaan, ja. 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 Maar het was best een dure geschiedenis. Want je moest als je ergens naartoe ging, moest je altijd een bus huren natuurlijk. Dat kostte veel geld. Ja. En dan hadden we dus, daar hebben we ook weer dingen voor, dat je probeerde om geld bij elkaar te krijgen. En dan hadden we met elkaar, van het bestuur, de voetbaltoto.
Krijn kwam bij ons thuis de toto doen en bij Kog ook. Krijn deed dat in de poort, ik deed dat in Langerak. Ja. En Adrie Hogendoorn in Bovenrand van Langerak. Harry Mulder in Groot-Amers. En zo haalden we geld op. Alleen, daar heb ik te weer werven gestraft door de gemeente. Want iedere vereniging kreeg subsidie. Wij niet, want we hadden even een goede inkomen. Ja. Dus omdat je iedere avond op stap ging, werd je gestraft. En toen hebben we het anders gedaan. Toen hebben we dus het hele administratief, hebben we dus een uniforme fonds, een aparte rekening. Dus dat was, en dan leenden we gewoon, en dan kregen we ook subsidie, want de gewone huishoudelijke rekening, laat maar zeggen, daar kwam je op tekort. Dus dan kreeg je subsidie. En dan leenden we weer geld van het uniforme fonds. Zo toe was dat weer helemaal rond. Maar dan waren toch de mensen die u nu noemt, hè? Dat waren toch wel hele goede organisatoren met elkaar. Want die dingen allemaal organiseren. Komt er maar eens om vandaag de dag. Daarnaast zo met geld omgaan en het voor elkaar krijgen. Met terugwerkende kracht. Complimenten voor die organisatie toen, hoor. Ja, maar als je in nood zit, dan ga je alles overhoop halen natuurlijk. Ja. Knap, hoor. Ja, want dan hebben we het over de wandelsportvereniging. Een heel verhaal. En daar zouden we nog wel een uur over kunnen praten, denk ik. Maar zo zat je ook in de ijsclub. Ja. En maar dat was natuurlijk meestal in de winter. En waarom? Omdat er dan ijs lag. Dat is logisch. Daar kwam hij actief. Ja. Alleen, en dat was ik ook voorzitter van, en dat was wel eens over het hoofd gezien, dat je daar eigenlijk het hele jaar wel af en toe mee bezig was, op de een of andere manier. Als je als vereniging iemand moest vertegenwoordigen, of met jubilea of wat ook van andere verenigingen, dan ging je als voorzitter altijd daar naartoe natuurlijk. Ja. Maar wij hadden die ijsclub, daar hadden we schik in. En ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar mijn vrouw, die stond daar ook, s'avonds achter de bar. En dan ging met Jans de Brave en zo, daar werd ze volop geld binnengehaald. En dat was ook nodig gewoon. Iedere avond hadden we een wedstrijd met prijzen en zo. Dus ja. En dat was met heel leuk werk. Ze noemden dat de groep van 13. We hadden vijf bestuursleden en acht commissarissen, zoals ze noemen. En toen ik gekozen ben als voorzitter, heb ik gelijk de commissaris ook als bestuurslid. Dat zegt, jongens, niet alleen het werk doen, maar je hebt ook uiteenspraak in bepaalde dingen. En die stonden al te groot. En we hadden ook veel hulp van de inwoners. Ik weet nog wel dat we een grote wedstrijd hadden. En dat allemaal sneeuw, 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 sneeuw. En 's middags om 1 uur was het droog. En dan zei maar wij krijgen die sneeuw allemaal niet weg. En die wedstrijd moet eigenlijk doorgaan. Kwam de oude IJs Piet Brokking van de vezelpers. Die kwam, die zei, hoe is het, red je het vanavond? Ik zei, ik denk het niet. Weg was die. Half uur daarna kwam heel de vezelpers, had hij stilgegooid. Al personeel mee de baan schoonmaken. Kijk, en als je dan zulke dingen hebt, dan doe je het allemaal met plezier. Maar volgens mij was het zo dat jullie zaten als bouw in de Vosvelet in die periode? Ja. Of bestond dat toen al niet meer? Jawel, ja? Jawel, dat bestond. En dat uw eigen personeel ook mee een gedeelte mee liep te helpen? Ja. Een aantal? Een aantal wel, ja. Er waren er die, er waren altijd mensen die keihard werkten. Mm-hmm. Die de hele dag daar liepen. En dat was ik niet natuurlijk, want ik had andere dingen ook te doen. Ik zeg wel eens, mijn bedje werd al geschud als je daar s'avonds aan kwam. Maar het was natuurlijk ook jullie, wat wij ons ervan herinneren, en dat met terugwerkende kracht vind ik dat zo mooi, er stonden van die houten palen midden in dat ijs. Dus er werd zeker een gat geboord, daar ging zo'n paal in, daar ging een lamp aan,
En er werd een ijzerdraadje gespannen rondom die palen. Ja, dat klopt. Dat was ook nogal een werk natuurlijk om die palen erin dat te krijgen. Dat was allemaal een werk. En dat is dat konden we niet zelf, die lampen. Dan moest je altijd bakkers moest dat doen. En ja, dat was zo dat die zat met zijn werk overleen. Dus die was ook niet altijd beschikbaar gelijk. En ook, ja, die man moest er ook voor betaald worden natuurlijk, als de mensen daar riepen. Tuurlijk. Dus dat was ook al, want later hebben we dus allemaal zelf lichtmasten gemaakt. We hebben, waar jij over praat, dat is natuurlijk nog het oude gebouwtje in de wal. Ja, ja. En dat hadden we een heel oud gebouwtje met een bestuurskamertje van 2x4. Mm-hmm. En dan er is een stukje opslagplaats voor de materialen. En dat werd dan gebruikt als koekenzopie, als de ijs was. Ja. Maar ja, toen moesten wij weg. Toen werden de wallen... Ja, met die restauratie van de wallen moest dat weg, hè? Want je stond eigenlijk een soort daar schuin onder bij het kerkhof, was dat gebouwtje. Ja, er stond in de wal. Ja, ja, ja. En toen moest het weg. Ja, en wij... burgemeester Boer was er toen, die zei, ja, dat moet weg. Jullie moeten toch een ander gebouw. Ja, maar waar moeten we dat dan neerzetten? We willen wel bij die ijsbaan. En toen, uiteindelijk kwam het hierop neer dat de provincie, die stelde geld beschikbaar daarvoor. Mm-hmm. En wij hebben het oude gebouw, wat niks waard was, verkocht voor 30.000 gulden. Zo. Aan de gemeente. Ja. En de gemeentes, die hebben Poort en Langerak allebei een subsidie gegeven. En zodoende kwam Casper Brokking, die was voorzitter van de schietvereniging. En die zochten ook een ruimte. En we hebben elkaar gevonden in het gezamenlijk een gebouw neer te zetten. Stichting Clubgebouw. Dus het was niet, het werd wel in de volksmond ijsclubgebouw of schietgebouw genoemd. Maar het was dus Stichting IJsclub Clubgebouw. Dat is het nog overigens. Ja. Ja, dat is met geld, met hard werk en met eigen werken en vrijwilligerswerk helemaal tot stand gebracht. Alleen burgemeester Boer, die wist er geen raad meer op. Want iedere keer kwam er weer wat. Het was ons beloofd. We zouden alles krijgen wat we wilden hebben. We hadden eerst een tekening, was helemaal in de wal ingebouwd. Er was niks als een deur in de wal. Nou ja, dat was natuurlijk helemaal niks. Maar toen, dat stuk wat hier nu op staat, was van Piet Slob. En dat heeft de gemeente toen gezorgd dat we daar een gebouw neer konden zetten. Ja. En toen kregen we 3 tekeningen, konden we uitkiezen. En de ene was, nou, niet zoveel. De andere was iets meer en de andere was behoorlijk veel. Nou, daar hebben we voor gekozen. Als je zelf mag kiezen. Ja, natuurlijk. Dus, natuurlijk. Maar dat heeft een leidensweg geworden. Want toen we begonnen, toen heb ik... uiteindelijk was het zover dat er geld genoeg was. Maar dan was het... Ik heb het gebouwd, maar niet voor de gemeente. De aannemer was de koning in Werkendam. En daar heb ik het van aangenomen. Ja, ja. Maar toen kwam ik erachter. Dit zit er nog niet in, dat zit er nog niet in, enzovoorts, enzovoorts. Want ik vergeet nooit meer, in dat oude gebouw waren we ook wel aardig actief, maar... Toen wilden we daar het kampioenschap van Zuid-Holland houden voor dames. En toen kwam er dus een van de hotemetoten van de bestuur van Zuid-Holland. Die kwam me kijken en het eerste wat hij vroeg, waar zijn de toiletten? Ja, nou, die hebben we niet. Achter die bomen daar. Dan kan ik gelijk gaan. Dus dat had ik goed onthouden. Dus we moesten een dames wat toilet hebben, een heren toilet in dat ding. Ja. Ja, op die tekening stond er weer alleen een heren toilet. Ja. Op die eerste schets niet, maar alles was weer een beetje bekrompen. En dan gingen we weer burgemeester Boer, en een parkeerplaats. Ja, 3 auto's, daar hebben we niks aan. Nee. Dus enzovoorts, enzovoorts ging dat, maar
prachtig om te horen. Want u hebt het nou over kampioenschappen van Zuid-Holland, de dames. Ja. Als ik goed geïnformeerd ben, hebben hier nogal wat wedstrijden zijn er geweest. Met, zelfs tot en met de ruzie toe met Ammers, omdat het onder de... Ja. Hoe zat dat nou? Over nou, de... dat was zo dat... kijk, dan werden er wedstrijden georganiseerd. En dan, wij waren lid van de KNSB. Ik was er altijd wel voor, want ik vond altijd wat er... Als KNSB, dan moet je steunen als je daar lid van bent. Maar in Groot-Ammers niet. Maar die KNSB die had een regel. De prijzen mogen niet langer hoger zijn dan €100. Okay. Eerste prijs. Dus ja, dat werd rommelen. Mm-hmm. Dus dan hiel je weer een wedstrijd van 100 gulden. Maar je betaalde 125 uit of wat dan ook. Dat ging natuurlijk ook niet goed. Maar ja, dat ging tegen elkaar op. En dan hielden ze daar, gaven ze... Wij gingen toen ook overstag. Toen mocht dat later van de KNSB. Dus toen gingen wij dus ook hogere prijzen geven. En dat deden we niet eens vereen. Maar dat brachten de mensen bij elkaar gewoon hier uit Nieuwpoort vandaan. En dan moesten ze iedere keer net 25 gulden boven een Groot-Ammers. Zo is een tijd geweest. En dat was natuurlijk ook eigenlijk allemaal niks. Dan was hij alweer blij als ging door dat hij daar vanaf was. Tja. Dus dat was wel... Maar ik heb wel eens gehoord dat er mensen die dan in Groot-Ammers gereden hadden... in Nieuwpoort niet mee mochten doen, of omgekeerd? Nou, het was zo dat Groot-Ammers was geen lid van de KNSB. En de KNSB die had een regeling dat als hij lid was van de KNSB... en dat was hij automatisch als je vereniging daarbij aangesloten was... dan mocht hij niet bij die verenigingen rijden. Ik weet bijvoorbeeld Goof Temmer... Want de nieuwe wij hadden een grote prijs en op Groot-Ammers ook. Maar dat kwamen niet die goede rijders. Want die goede rijders die kwamen dan uit Noord-Holland en zo vandaan. En Nageltje en zo. Hadden we die Nagel, die kon ontzettend hard rijden. Maar die had hier niet zo'n tegenstand. En dan werd er zomaar weer uit het publiek 25 gulden neergelegd. En dan moet hij één of twee keer voluit rijden. Ja. En dat deed hij dan ook. En dan kreeg hij die 25 gulden. Maar Dwight Goof, die had daar de eerste prijs gewonnen op Groot-Ammers. Want er waren niet zulke... Ja, en die werd toen uitgesloten. Maar daar heb ik voor gezorgd dat dat overging. Oké. Dat is, maar dan gingen ze niet meer op Groot-Ammers rijden. En dus dat allemaal andere besturen gekregen, allemaal weer goed gekomen. Want hier, we hadden natuurlijk onze lokale held, Klaas Ernest, die het toch heel ver geschopt hebt. Die gaan we ook nog een keer interviewen, hoor. Maar... Kon die wel mee rijden hier? Ja, Klaas wel. Hier wel natuurlijk, want wij waren lid van de KNSB. Oh, ja. Maar je gaat eigenlijk al een stap te ver. Want Klaas' broer, Kees... Ja. Dat was ook een hele goede schaatser. Oh, ja? En die had dus met... En Goof Temmer... Zijn vader... Ja, de oude Goof. Ja, niet... Nee, ik weet wie je bedoelt, ja. Driehoog. Goof, zeg maar zeggen. De bode, die kon ook goed rijden. En dat waren mannen. En hij had daar Jopie Lekkerkerker uit. Die kwam uit Lekkerker uit Stolwijk of zoiets vandaan ook. En daar rijden er nog een paar vandaan. Dat waren al hele goede schaatsers toen. En daar en later is dus Klaas ook gekomen natuurlijk. En dan kwamen er nog veel meer, want... Dat je daar... Ik ben Arie Loef. Was kampioen van Nederland korte baan geworden. En die belde me op. 'S middags om 1:00. Kan ik vanavond bij jullie rijden? Ja, natuurlijk, Arie. Ik vond dat prachtig. Als kampioen van Nederland. Ja. Hij zegt, hoeveel krijg ik? Hoeveel dat je krijgt? Als je de eerste prijs hebt, krijg je de prijs. En voor de rest niks. Want dat doen we niet aan mee. Oh. En ik breng er nog een paar mee, ook niet. Ik zei, nee, weet je, als jij komt, moet je het nou zeggen. Dan zorg ik dat ik een bos bloemen heb. Ik zeg, maar als je niet komt, dan is het ook goed. Maar hij was er en hij had ook gewonnen. En ik heb hem een bos bloemen kunnen geven. En dat was hij toch wel trots op, dat de kampioen van Nederland dan kwam. Maar de baan van Nieuwpoort stond ook heel goed bekend, hè? Ja.
Het is heel druk altijd, ja, s'avonds. Dat, ja, is, ja. We hebben het wel gehad dat s'avonds de mensen naar de Singel moesten sturen. Ja. Ja, dat het te gevaarlijk werd. Maar en dan heb je een geweldige verantwoording natuurlijk. Dat als er wat gebeurt, dat is... Ja. En, maar ook veel dingen waar niet iedereen erg in had natuurlijk. Dat was dat je ook dingen eromheen... Denken, wij moesten altijd zorgen dat EHBO op de baan was, al dat soort dingen. Moest je allemaal regelen dat dat... ja. Ja, want ik weet nog dat er op een avond... Tony Monteban, waar ik het eerder over gehad, ja, de been gebroken heb op het ijs. En er was er nog een die had toen... En dat waren toen... Drie dokters waren er, dus dat was heel goed op te vangen. Maar ja, dat soort dingen. Dat gebeurde. Geluid, we hebben de verlichting, dat hebben we later dus allemaal aan de Singel. Er zitten allemaal stopcontacten in de Singel, die kunnen we zo aansluiten. Ja, prachtig. Allemaal, dus dat is, nou ja, wij, ik weet het nog als de dag van gisteren. Wij hebben als kinderen, het leek ook wel of we ieder jaar konden schaatsen. Wat is uw gevoel daarna bij? Ja, nou, dat is iets, dat is, kijk, we hebben verschillende jaren achter elkaar gehad. Maar dan heb je ook weer jaren even niet. Want ik heb, het wat mooie is, dat de ijsclub bestaat zoveel, veel jaren. Maar de notulen zijn allemaal nog bewaard vanaf de eerste dag af. Vanaf de eerste dag, dat, dus, dat is allemaal nog compleet. En die heb ik helemaal uit zitten spitten toen we 100 jaar bestonden. Van begin af aan. En dan kwam je ook periodes soms van 8 jaar tegen. Dat er, nou, ik wil niet zeggen dat het niet gevroren heb, maar, nee, maar niet in ieder geval dat je op de baan kon. En toen hebben we dus ook dat boek uit. Ed van Tuyl heeft dat boek geschreven. En daarin, en ja, wat heb ik toen ook nog gezegd, wat wel typisch was, dat we 100 jaar bestonden en dan we maar 5 voorzitters gehad hebben. En waarvan de eerste maar 2 jaar. Dus toen werd het gemiddelde nog heel... Hoe lang ben u voorzitter geweest? 34 jaar. 34 jaar, ja, 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 ja. En ik ben benoemd terwijl ik er niet bij was. Van de school was er een leraar die trouwde in Roosendaal. Mm-hmm. In daar hebben we in Brabant, of is dat daar? En daar was ik die avond het vertegenwoordiger van de oudercommissie. Dus, ja, was mooi. Van Hof door mij opgevolgd. Of heb ik opgevolgd, ja. Maar moet je me nog eens 1 ding vertellen? Want ik ben daar ook eens een paar keer bij geweest en ik ben er 1 keer ingestonken. Dat konijn op die jaarvergadering, hoe zit dat nou precies? Nou, eigenlijk vond ik dat altijd een zielige situatie. Maar dat is jaar in, jaar uit, van begin af aan, is er altijd een gratis verloting op de jaarvergadering. Mm-hmm. En dan komen er andere dingen van, noem maar op, van kerstkrans of wat dan ook. Maar op een gegeven moment is er iemand geweest, die hebben een knijn... Nou, beschikbaar gesteld. Ja, maar dat was het begin. Die knijen loten, die moest hem niet. Die zeggen, ik verkoop hem. Het geld is voor de ijsclub. Nou, en dan begonnen ze te bieden. En zo ging dat ieder jaar weer. En dan bracht soms een knijn, ja, ongelooflijk, 700-800 gulden. Ja, dat zijn de duurste knijnen geweest, ja, van heel Nederland, denk ik. Ja, ja, maar ik weet niet hoe het nou is. Ja, er is nu al 2 jaar, denk ik, geen jaarvergadering geweest meer. Want dat is over. Maar ik meen dat ik... wij hadden het toen al over in mijn tijd. Jongens, dat moet me eigenlijk afschaffen. Want er kwamen gewoon de meer knijnen. En je liep met zo'n knijn, die beestjes, die liepen daar. En die werd op het jacht gezet en zo. Dus, nou, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Nee. Maar ik geloof dat het nou helemaal afgeschaft is, hoor. Ja, volgens mij. Dat weet ik, ja, niet, want ik ben nog erelid, maar ik kom niet meer op de vergadering. Nee. Dat is... Terwijl het vroeger, hè, met dat konijn, en het was toch een uitje voor de poort, als de jaarvergadering van de ijsclub was, nou, dat was liepen zo... de mensen vooruit.
mensen die nooit in een café kwamen, of wat dan ook, of nooit van huis gingen, die gingen naar de ijsclubvergadering. Ja. Het was zelfs zo dat ik mensen die zo verworteld waren met die ijsclub, ik heb hem meegemaakt, die wisten geen eens meer dat ze in het bestuur zaten. Dat gebeurde ook. Dat had ik ook met de oudercommissie, met de school. Ja. Ik werd genoemd, ik zei, ja, maar wie is er nou voor? Ja, de voorzitter was een, ik weet die naam niet meer, maar hij werkte bij Minkema. En die woonde ook in de Wilhelminenstraat. En toen ging naar hem toe, want hij was ook niet op die vergadering. Ik dacht dat het maar van een avond was, van een jaar. Dus ik weet niet dat ik daar nog in zit. Maar ja, ik ga toch weg, dus het is goed. Dat gebeurde gewoon zo. Yeah. Dat is... Prachtige verhalen. Ja. Toen ik u kwam vragen van, zou u mee willen werken aan de podcast? Toen was u een beetje terughoudend. Ja, van mij moet dat niet zo, ik weet niet of ik veel te vertellen heb. Wij zijn zo blij dat u toch ja gezegd hebt tegen dit interview. Want ik denk dat voor heel veel mensen in Nieuwpoort, en die er vroeger gewoond hebben, echt een wereld open is gegaan aan mooie verhalen. Ik wil u heel erg bedanken voor dit gesprek. En wens u nog een lange tijd in goede gezondheid. Samen met uw vrouw. Ja, dat hoop ik ook. Met dit mooie uitzicht hier zo, richting Goudriaan. Ja. En als u dit nu een mooi verhaal vond, en u wilt de volgende keer weer luisteren, druk dan op het knopje abonneren onderaan de podcast. En dan krijgt u iedere keer automatisch, als we een nieuwe podcast gemaakt hebben, een berichtje. En bedankt voor het luisteren. Bedankt, Rien. Niks te danken. Kijk, als je het over de ijsclub hebt, dan ben ik wel voorzitter geweest dan. Maar het meeste werk werd door de gewone jongens gedaan. Natuurlijk. En dat is ook met mijn werk. He? Mijn personeel, dat was die idee. En ik moest dat wel aansturen. Maar ja, en dat met een heleboel dingen zo. Maar toch bedankt voor al het aansturen. Ja.